toeristenseizoen is weer begonnen. En 5 april dan vindt dus de eerste kaasmarkt weer plaats van dit seizoen. En nou, de gemeente die heeft blijkbaar geconstateerd of geteld dat we per jaar 800.000 toeristen op bezoek krijgen in Gouda. Nou, dat is super, maar de gemeente zou eigenlijk graag willen dat het er 1 miljoen worden. Nou vraag ik me af wat de Goudenaar ervan vindt als het hier hartstikke druk wordt. Ja, prima. We staan op de markt, dus dat zou prima zijn voor ons. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd, toch? U denkt dat u ook meer verkoopt? Ja, natuurlijk. Hoe meer mensen, hoe beter de zaken zijn, toch? Ik heb geen idee. Ik vind het altijd wel leuk als er veel mensen komen. Ze kunnen het wel hebben, denk ik, hier. Het is al behoorlijk toeristisch. Nog drukker wordt dan nu? Ik weet niet, is het druk? Ik ben hier geboren en getogen, maar ik ben er al 20 of 30 jaar niet geweest. Dus ik vind het gewoon leuk. Alles is veranderd. Voor mij hoeft het niet, maar ik heb er ook geen last van. Het is leuk voor de werkgelegenheid in de horeca. En voor de rest, ja, ik zie ze niet echt, die toeristen. Ik fiets er met een boog omheen. Dat vind ik wel goed. Hoe meer, hoe beter, niet dan? Voor de mensen in ja, die zaken hier heb je het ook wel prima natuurlijk. Ja, en voor de rest... U bent niet bang dat het overvol wordt? Nou, niet zo. Niet zo in Amsterdam, hallo. Dat is een beetje gekke werk. Nee, ik denk niet dat het overvol wordt. Er is altijd nog ruimte zat. Tenminste, bij de kaasmarkt kan het wel eens druk zijn. Maar ja, bedoel, dat heb je nou eenmaal als er wat te doen is. Ja, lijkt me goed. Ik ben zelf Rotterdammer, maar ik ben hier met een Braziliaanse. Maar voor ons is het dus een bezoek. Ik denk dat Gouda makkelijk 1 miljoen mensen zou kunnen hebben. En het is hartstikke leuk om hier te zijn met de kazen. En nou ja, de hele stad is mooi. Dus hartstikke leuk als hier 1 miljoen mensen komen. Oh ja, nou, daar vind ik zo insulinisch heel veel van. Ja, ik leef in de stad. Ik vind het heel leuk. Ik vind het leuk dat het bruist en dat er veel mensen zijn. Maar als dat voor de bereikbaarheid van de stad nog... betekent dat het nog meer dicht gaat, dan is dat niet zo heel handig. Denk ik. Dat is mijn probleem met mijn auto. Dat ik dat heel veel voor betaal en hem nooit kwijt kan. Dat er heel veel andere mensen al zijn. Dus als er nog meer toeristen komen, dan is dat wellicht een puntje. Maar verder denk ik, ja, hoe meer mensen die geld uitgeven, hoe beter voor de stad. Nou, ik vind het prima, want ik woon hier in Gouda. Maar ik woon dus... wel in Gouda en ik vind het ook prima. Dat ze wel komen dus. Lijkt me gezellig. Ja. Ik zeg, doe maar goede parkeerplaatsen regelen en met bussen hier naartoe of met een snel treintje of busje. Ik ben voor. Laat ze maar komen. Want je kan nu al niet langs de kaaswagen lopen. En je kan er ook niet uit en je kan niet bij het bruggetje bij Amerika gewoon oversteken. Dan moet je delen fietsers en wandelaars en het is niet voldoende. En ik zou het ook aan de andere kant proberen, dat je van die kant ook kan komen. Bij Stolwijksluis zou ik een pendelbus maken op daar terrein. En dan kun je makkelijk hier komen. En niet met z'n allen proberen op Amerika te gaan staan of bij het theater. Nee, we moeten dat anders inrichten. Ja, het zou natuurlijk voor de ondernemerschap zou het natuurlijk fantastisch zijn. Maar of ze het redden, dat weet ik niet. Maar het zou natuurlijk wel hartstikke mooi zijn. Want er komt steeds meer zaken bij. En zoals dit ook, de experience. Er komen steeds meer leuke dingen voor kinderen en voor ouderen om te doen in Gouda. Straks dat kaas experience. Dus ja, er staat nog wel wat te gebeuren hier. En daar kunnen ze wel toeristen voor gebruiken? Ik denk het wel. Voor de kroegen goed, voor de terrassen goed en voor de restaurants goed. Nou, wat wil je nog meer?